Ja, ik ben dus Daphne de Kok. Ik woon in Harelbeke momenteel. Ik heb ook een eindje in Kluisbergen gewoond. Mijn favoriete hobby is paardrijden. En ik ben ondertussen ook al getrouwd. Ik ben 23 jaar oud en ik ben afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs. Maar nu ben ik ook al te werk gesteld. Maar niet in een school, ik ben nu leerlingenbegeleidster van een VZW. Ja, ik heb zelf ook een paard, ja. Ja, dat is eigenlijk een Belgische volbloed. Misschien als sommigen er wel van weten, het is een hardbreker. Ik doe vooral cross-country of military. En dat is eigenlijk een combinatie van dressuur, springen en dan nu eigenlijk een parcours buiten. Ik heb dat een eindje gedaan op nationaal niveau, maar ik heb daar nu mee moeten stoppen wegens mijn studies. Ik ga heel graag gaan zwemmen, dat doe ik ook wel vaak. Een paar keer in de maand toch wel. Badminton vind ik heel leuk, dat doe ik iets minder. En snowboarden vind ik ook super. Ik heb al een paar keer op reis geweest, naar Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland. Maar anders oefenen we dat natuurlijk in Ice Mountain. Ik reed naar mijn stageplaats en toen hoorde ik op topradio de reclame van Miss Deluxe. En toen vertelden ze vooral over de workshops en alles dat we gingen bijleren. En over dat het een unieke ervaring is eigenlijk. En zo dacht ik van ja, wel interessant. Misschien moet ik mij toch maar inschrijven. En dan heb ik dat eigenlijk gewoon gedaan via mijn gsm. Heel vlug gewoon een foto ingestuurd. En toen hebben ze mij geantwoord dat ik op een gesprek mocht gaan. Ze hebben mij uitgekozen denk ik, omdat mijn foto hen wel aansprak. We hebben al enkele sportactiviteiten gehad, naast de gewone workshops. Dat vond ik super leuk. Ik ben ook redelijk sportief, dus voor mij sprak mij dat echt aan. Daarnaast hebben we ook al visagie gehad. We hebben eigenlijk al van alles gehad. We zijn een keer ergens naartoe geweest in Gent. En dat was een mevrouw die ons uitleg gaf over hoe je moet zorgen voor het lichaam, voor de nagels. Ik vind dat allemaal heel interessant. Dat zijn dingen die ik niet ken. We zijn momenteel met 13 meisjes. Iedereen is heel tof. Ik kom eigenlijk echt met iedereen even goed overeen momenteel. Dat we allemaal vrienden kunnen blijven eigenlijk. Ja. Nu, in de nabije toekomst, is het vooral heel veel choreo. Ik ben behoorlijk energiek en creatief. Dat heb ik ook nodig in mijn job trouwens. Bungee jumpen. Maar momenteel durf ik dat nog niet. Daar ben ik wel bang voor, ja. Lijkt mij heel gevaarlijk. Ik denk dat ik het meeste geld spendeer aan kleren in het algemeen. Ik zie heel graag verschillende outfits en ik combineer graag van alles en nog wat met elkaar. Meestal ben ik redelijk sportief gekleed overdag. Ik word een beetje uit gemakzucht. Maar naar de avond toe ben ik heel graag opgekleed. Een beetje echt vrouwelijk. Met rokjes en kleedjes vind ik heel leuk, ja. Mijn favoriete vakantiebestemming is heel afhankelijk. Soms mag dat heel warm zijn. Dan kan ik daar in het water gaan genieten. Maar als ik kan kiezen, zou ik liefst beide doen. En nog een wintervakantie erbij nemen. Om te gaan snowboarden of te skiën. Een van mijn favoriete eilanden, als ik mag voor het warme kiezen, is La Palma. De persoon die ik bewonder is niemand die echt gekend is. Dat zijn mijn grootouders, vooral mijn oma. Ze is een heel sterke vrouw, ik heb daar een heel goede band mee. Dat is echt de vrouw waar ik naar op kijk. En hoop van later ook te worden, ja. Ergeren. Ik kan mij wel ergeren aan mensen die een beetje otaan doen. Maar ik denk dan wel eens mezelf. Ik zag een spin in de wasbak waar ik mijn handen moest afwassen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Mijn favoriete wagen is een Mini Cooper. Ik heb zelf ooit eentje gehad, maar qua leeftijd heb ik hem moeten verkopen eigenlijk. En ik vond dat super om mee te rijden. The Matrix is mijn favoriete film. Lijkt nogal speciaal, maar diep binnenin ben ik misschien een klein beetje een nerd. Ja. Ja, mijn favoriete muziek is eigenlijk meer metal. Elk jaar opnieuw naar Graspop Metal Meeting. Ja, serieus. Roze en rood vinden dat super mooi. Dus als je ooit naar Graspop gaat en je ziet iedereen in het zwart lopen, als je één iemand in het roze ziet, is het meestal mij. Ja, Gojira, Korpiklaani, Fintrol, echt super goede bands. Ik neem geen blad voor de mond. Als ik iets denk of iets voel, gaat iedereen het weten. Ik ga het ook meteen zien aan mijn gezichtsuitdrukking. Als ik morgen de lotto win, zal ik waarschijnlijk een huisje bouwen, een plaatsje maken voor mijn paard en misschien voor een tweede paard nog kijken. Echt, ja, zo graag huisje, tuintje, diertje en dan later kindjes, maar dat is voor later. Maar daar zou ik zeker voor kijken, voor alles in orde te maken. Ja. Ik zou misschien niet in België blijven wonen, maar ik weet nog niet waar.